Goedemiddag iedereen. We zullen dan van start gaan. We zouden normaal gezien nog wel een paar inschrijven of deelnemers moeten komen, maar die kunnen dan eventueel iets later inpikken. Sowieso, je hebt waarschijnlijk ook juist gezien, ik ga ook alles opnemen, de webinar van vandaag. Dus na deze webinar krijgt iedereen sowieso de PowerPoint, die als ik zo dadelijk ga tonen, maar ook de recording. Ik ga ook een live demo zo dadelijk geven. Dus iedereen kan nog rustig nakijken en nalezen. Ik heb iedereen momenteel gemute die als deelneemt aan deze vergadering. Mijn collega Lars zal als moderator fungeren. Dus mocht er vragen of opmerkingen zijn tijdens mijn gesprek of tijdens de demo zo dadelijk, ofwel zet het heel even in de chat en ik zal sporadisch aan Lars vragen of als er vragen binnen zijn gekomen, ja of nee. Eventueel jouw microfoon unmuten kan of mag ook, we zullen zien hoe dat het gaat. We zijn hier met zo heel veel aanwezig, dus misschien is dat ook wel doenbaar. Zo, webinar van vandaag gaat over rental. Voordat we van start gaan, misschien ook heel even de agenda van vandaag erbij nemen. Sowieso op het programma staat vandaag kleine voorstelling wie dat wij zijn, Digimedio. Het systeem Odoo, die als we gaan bekijken, wat dat Odoo is of wie dat Odoo is. Een live demo, zoals ik juist ook al heb gezegd, hoe dat wij Digimedio projecten aanpak doen en wat er allemaal rond komt kijken. Ook een klein inzicht over de kostprijs. En dan is er ook op het einde van de webinar ook zeker ruimte en tijd voorzien om vraag en antwoord te doen. Goed, wie zijn wij? Ikzelf ben Tony Kruls van Digimedio. Wij zijn Odoo-partner. Odoo of wat Odoo is, kom ik er dadelijk op terug. Digimedio is ontstaan tussen ja, enerzijds Commutor, IT-firma uit Malle, en InnoMedio, een website-marketingbureau uit Malle. Waarom hebben we die partnership aangegaan? Omdat we heel veel klanten, dezelfde klanten hadden. En hebben we gezegd van oké, om het transparant te maken naar onze klanten toe, gaan we een nieuw bedrijf creëren, Digimedio, die dat dan zowel ja, mensen in dienst heeft op vlak van website, webshop, maar ook connectoren naar externe webshops en websites eventueel, maar ook ja, functionele consultants rond het ERP-verhaal, Odoo-verhaal rond die renting enzovoort. Hoe gaan wij te werk? We proberen altijd heel integer en transparant te communiceren met onze klanten. Hoe doen we dat? We hebben ook een online portaal. Later, of mochten we met elkaar in zee gaan, mochten er taken uitgevoerd worden, alles wordt online via een portaal gecommuniceerd, dat zowel jij en wij volledig transparant kunnen gaan communiceren. Ook naar uurtarieven toe, projectaanpak toe, zaken die als we gaan doen. Gaat ook allemaal in detail uitgeschreven worden. We hebben onze eigen mensen in dienst, wat ik juist ook al had gezegd. Onze eigen functionele mensen. Een team van 3 mensen ondertussen hier in België. We hebben ook een eigen development-afdeling in Litouwen. Dus we hebben nu een drietal developers in België zitten en een drietal developers in Litouwen. Het bedrijf in Litouwen, Onestus, de naam die als je daar ook ziet in mijn slide, is ook van ons of eigendom van ons. Dus we doen niets met outsourcing. Alles is in eigendom van ons. We proberen altijd een totaalaanpak te doen rond ja, de klant, waarbij dat bedoel van, het juist zei ik al of licht ik al toe, rond Commutor zijnde. We hebben ook een IT-afdeling die als het infrastructuurgedeelte kan aanpakken. Dus jullie als klant zijnde, mocht je nood hebben aan een, ja, een all-in-one partner, als ik het zo mag zeggen, waarbij dat je zowel het infrastructuurgedeelte, hardware bedoel ik dan, maar ook het softwaregedeelte onder één dak wil gaan brengen, dat kan via ons. Is dat een must? Helemaal niet, maar het kan zeker en vast wel. Ook heel belangrijk voor jullie dat wij Digimedio ook erkend dienstverlener zijn voor Vlaio rond de KMO-portefeuille, waarschijnlijk wel bij jullie bekend. We zijn erkend voor 2 pijlers. Dat is enerzijds pijler advies of analyse die als wij dan uitvoeren in het voortraject, maar ook in het latere traject voor de pijler opleidingen kunnen jullie advies aanvragen. Voor degenen die ze misschien nog niet kennen, dat is meestal 20% of 30% afhankelijk van de grootorde van het bedrijf zelf, dat je subsidies kan aanvragen met een maximum bedrag van 7.500 euro op jaarbasis.
Mocht je daar wat meer informatie over wensen te weten, mail of bel me gerust en dan licht die dat graag toe. Goed. De naam Odoo was al eens meerdere keren gevallen. Dus het platform die als wij gebruiken en waarvan dat wij officieel partner van zijn, is Odoo. Misschien voor sommigen die als Odoo nog niet kennen, Odoo is van Belgische makelij, maar is voortaan wel uitgegroeid tot een wereldspeler. Toch zeker in het open source gebeuren. Momenteel meer dan 4 miljoen gebruikers werken met Odoo. Kleine KMO's, middelgrote KMO's, grote KMO's, bijvoorbeeld zoals een Danone is een klant van Odoo. Maar ook zeker de bedoeling voor kleine KMO's met een redelijk kleine investering kan ook zeker werken met Odoo. Om even weer te geven hoe Odoo is gestart. Momenteel bestaan ze 18 jaar en je ziet er helemaal links onderaan 2002 gestart. Fabien Pinkaars is nog altijd de CEO, zaakvoerder van Odoo. Maar ondertussen moet mijn site eigenlijk eens aanpassen. Ondertussen zijn we meer, of hebben ze meer dan een 800-tal mensen op de payroll staan. In 2018 waren dat nog maar 580. Waar ik in principe mee wil meegeven, het is wel een heel volwassen bedrijf geworden. Dus zeker geen kleine speler van om de hoek, bij wijze van spreken. Dus zeker een stabiele basis om verder op te bouwen. Die als jullie als firma en als bedrijfsleiders ook wel de zekerheid geven om voor die keuze één tot te gaan kiezen. Ze hebben een aantal partners in verschillende landen, omzet gedraaid van 70 miljoen euro en zoals ik juist ook al zei, een 4 miljoen gebruikers ondertussen. Nog wat enkele cijfers, hetgeen hierboven heb ik zojuist al overlopen, maar vooral de twee vetgedrukte vind ik zeker belangrijk om even bij stil te staan. Het grote voordeel van Odoo is, zowel voor ons, maar ook zeker voor jullie als klant zijnde, is dat ze momenteel heel veel modules bij wijze van spreken op het schap hebben liggen. Vanuit Odoo, dus diegenen die als door Odoo, de firma Odoo zelf beheerd worden, zijn er momenteel een 800-tal. Maar daarnaast, omdat het een open source wereldje is, is er ook nog een vrij grote community actief, waardoor dat er ondertussen meer dan 4500 modules beschikbaar zijn. Waarom zeg ik dat? Omdat we meestal ook merken, als een klant iets aan ons vraagt, van hey, kan dat of we willen dit gaan doen, dat er meestal wel iets op de markt bestaat tussen die 4500 modules om te gaan gebruiken. Misschien nog niet 100% perfect geënt op jullie vraag of jullie noden, maar zoals ik ook juist al zei, we hebben onze eigen developers, dus wij kunnen dan op die bestaande modules bepaalde aanpassingen gaan doen of zelfs volledige modules volledig op maat gaan maken. Normaal gezien komt er ook elk jaar een nieuwe versie uit met nieuwe features, licht ik zo dadelijk ook aan. Om dat iets of wat meer te visualiseren, en je ziet hier enkele van de modules die als Odoo kan aanbieden, zoals CRM, Point of Sales, heel het sales gebeuren, projectmanagement met tijdsregistratie, voorraden, website e-commerce, had ik er straks ook al even toegelicht. Ook volledig boekhouding zit erin, Belgische boekhouding, omdat het ook een Belgisch pakket is. Maar ook zeker naar marketing toe ga ik zo dadelijk ook wat zaken laten zien. En we kunnen zelfs ook modules of apps zelf gaan creëren met Odoo Studio. Vandaag, zoals ik ook al had gezegd, gaat het over de verhuursector of de rental software. Dus Odoo heeft sinds de laatste versie, versie 13, zitten we momenteel een nieuwe module ontwikkeld, zijnde verhuur. Maar het voordeel van die verhuurmodule is, zoals ook de andere modules zijn, is dat ook die rental module volledig geïntegreerd is met de andere modules. Je ziet het hier onderaan in de slide. We kunnen die module gaan integreren of gaan koppelen met de sales module, met de point of sale module en de voorraadmodule, natuurlijk ook met de verhuurmodule. Het stroomt door naar onze factuur en onze boekhouding. We kunnen daar met kwaliteitschecks gaan werken of met onderhoudsgeplande werken eventueel. Volledige klachtenbehandeling geïntegreerd zit daarmee in, gekoppeld met een webshop. En die automatisatie van verschillende manuele bedrijfsprocessen of handelingen die als vandaag de dag misschien nog gebeuren, kunnen we heel simpel met Odoo gaan automatiseren. Wat ga ik straks zo dadelijk in de live demo laten zien, maar ik ga het hier heel even op de slides ook al laten zien, is richting planning, dat we heel visueel een planning kunnen opvragen. Deze schermen kunnen jullie als gebruiker ook zelf gaan moduleren of zelf gaan fine-tunen, zonder custom development te moeten gaan doen.
Wat gaan we ook nog zien? Dat we hele track kunnen gaan onderbouwen in onze module. Dus dat gaat van, dat start van een verhuurde offerte tot een verhuurde order, tot uiteindelijk de factuur met de betalingsopvolging, volledig geboekt in de boekhouding, etc. We hebben ook altijd een real-time overzicht op vlak van de goederen die alsnog momenteel in onze voorraad zitten, die alsnog beschikbaar zijn om te verhuren of om te verkopen, met een start- en stopdatum, met de prijzen die alsnog per dag of per week of per frequentie worden verkocht, hebben we een duidelijk overzicht steeds van. Goed, ik ga de live demo even starten. Deze link zal ik ook aan jullie bezorgen na deze meeting in de mailing die alsnog gaat volgen. Dan kun je altijd ook zelf eventueel mee gaan spelen. Met dan als leidraad de PowerPoint of de video die als je dan ook nog gaat krijgen. Wat is de bedoeling van vandaag? Rental. Je ziet hier mijn algemene demo. Ik heb hier verschillende tegeltjes in mijn systeem staan. Wat ik ook juist zei tijdens mijn inleiding. Odoo kan heel breed gaan. We hebben dan die App Store wat je hier onderaan ziet. Momenteel, zoals je straks ook al zei, 800-tal modules, waarvan dat ik er hier nu al een aantal heb geïnstalleerd. Maar je ziet er ook, ik kan er nog tal van modules nog bij gaan installeren. Rond pricing toe ga ik ook op het laatste van deze webinar wat meer duidelijkheid overgeven. Al kort geschetst, ook een groot deel voor jullie is dat maar een dertigtal van deze modules, van die 800 modules, betalend zijn. Dus het overgrote merendeel kan gratis mee geïnstalleerd worden. Goed, laten we even aan beginnen aan de verhuur. Dus je ziet hier aan de tweede rij een tegeltje verhuur. Deze module, de verhuurmodule, heeft alles rond de planning, rond verhuur, rond de producten die als we gaan gebruiken, heb hier een duidelijk overzicht van. Ik ga heel even beginnen bij mijn productgamma. Ik kom hier zo dadelijk op terug. Dus als we hier gaan kijken naar onze producten, omdat ik hier nu in de module verhuur zit, heb ik hier een filter of is standaard zo voorzien, wordt er een standaard filter gebruikt dat enkel de modules of de producten worden getoond die als verhuurd kunnen worden. Ik heb er hier nu een aantal, zes stuks, aangemaakt. Ik ga de Stinger Angel als voorbeeld nemen, wat ik hier al wat meer documenten aangekoppeld heb en wat meer afbeeldingen. Maar dit is nu een voorbeeld van onze productfiche. In deze productfiche kan je ten eerste, zoals ik juist ook zei, aan meegeven wat kunnen we of wat mag met dit artikel gaan gebeuren. Ik heb nu bijvoorbeeld ingesteld dat dit artikel ook kan verkocht worden, niet kan ingekocht worden en ook kan verhuurd worden. Dus jullie kunnen afhankelijk van deze types bepaalde documenten gaan gebruiken of niet gaan gebruiken. Bij dat tabbladje algemene informatie kunnen we gaan meegeven wat voor type dat het is. Ik ga heel even op de werkmodus klikken, dan kan ik laten zien welke keuzes dat we hier hebben. Om het heel kort uit te leggen, we kunnen hier werken met een voorraadproduct, hoe dat ik het nu had ingesteld, omdat ik nu wens om de voorraad te gaan traceren. Zoals je hier ook bovenaan ziet, ik heb momenteel nu drie stuks in mijn magazijn liggen. Wij werken hier ook met virtuele voorraden. Dus stel je voor, ik heb zojuist een bestelling gedaan naar mijn leverancier. Dan zou mijn virtuele voorraad verhoogd worden. Of zojuist is er een bestelling gepleegd via mijn webshop van mijn klant dus. Een verkoop, dan wordt mijn virtuele stok verlaagd. Maar ook zien we hier hoeveel stuks dat er momenteel in verhuur zijn ingepland of bevestigd. Momenteel wordt dit artikel niet verhuurd. Alles is voldoende op zijn stok. We kunnen ook met diensten gaan werken. Is nu niet echt van toepassing voor deze demo, maar mocht je met taken gaan werken waarbij tijds of tijden kunnen geregistreerd worden, dan zien wij dat als type dienst en dan kunnen we daar met uren, weken, maanden enzovoort gaan werken. We hebben hier ook nog verbruiksartikel. Is de bedoeling dat we het artikel wel gaan traceren op vlak van voorraden, maar dat we bijvoorbeeld geen meldingen krijgen bij het toekennen of het kiezen van dit artikel bij een offerte of bij een order, dan gaat Odoo daar geen waarschuwing van geven, mocht dit onvoldoende in voorraad zijn. Meestal geef ik dit mee als voorbeeldje. Kies of gebruik verbruiksartikel wanneer dat dit artikel, meestal een component of een grondstof, normaal gezien altijd voldoende in voorraad zou moeten zijn. Maar later waarschijnlijk wat meer in detail over. We kunnen hier met productcategorieën gaan werken, met zoveel subcategorieën dat je wenst. Kan heel flexibel of heel ver gaan. Ik heb deze nu gewoon in de categorie al of al gestoken.
Ik heb hier een interne referentie aangegeven, kan alfanumeriek gebruikt worden. Ik heb hier ook een streepjescode of een barcode aangekoppeld, waardoor dat de magazinier van ons het heel simpel kan gaan inscannen eventueel. Of in onze kassa, mochten we de kassamodule gaan gebruiken, het heel simpel via scanning kunnen gaan beheren. We werken ook met het versiebeheer doorheen Odoo, dus mochten er aanpassingen komen aan dit product, kunnen hier of worden hier automatisch verschillende versies van gemaakt. Ik heb hier een verkoopprijs. Dit is enkel de prijs wanneer we dit artikel zouden gaan verkopen. Ik ga zo dadelijk ook het tabbladje verhuur uitleggen. Daar zit onze verhuurtarieven in. Met welke belasting gaan we het gaan verkopen? Wat is onze kostprijs, onze aankoopprijs? Dus is natuurlijk ook gekoppeld aan onze aankoopmodule. Odoo kan globaal gezien ook multi-company gaan werken. Ik heb hier nu bijvoorbeeld 3 van onze interne bedrijven in zitten, die als ik in de presentatie ook had toegelicht. Dus mocht je zeggen van dit artikel behoort tot bedrijf A, B of C, dan kan je dat hiermee gaan doen. Ik wil ze nu door al mijn 3 bedrijven gaan delen, dus ik heb hier bewust ook geen bedrijf op ingesteld. Met welke maateenheid gaan we gaan werken? Stuksprijzen of stuks in dit geval, maar zoals je ook hier weer ziet, ik kan hier werken met verschillende eenheden. Ik ga heel even deze tabbladje even overslagen. Ik ga heel even naar de verhuur om te tonen de tarieven. Wanneer we dit artikel gaan gebruiken in onze verhuurmodule, dan heb ik hier nu bijvoorbeeld ingesteld dat dit toestel, de Stinger, voor 1 dag bijvoorbeeld 100 euro als verkoopprijs of als kostprijs is. Maar als een klant het ineens voor 7 dagen bijvoorbeeld gaat huren, kost het maar 600 euro. Dus het verschil is het voordelig. Dus zo kan je hier, hier zie je, ik kan hier nog verschillende prijzen gaan toevoegen. Dus hier kunnen jullie zoveel mogelijk staffels gaan instellen om straks, wanneer als we de verhuurorder gaan creëren, dat je dan eigenlijk niet meer moet gaan liggen nadenken van oei, aan welke prijs of eenheidsprijs moet ik nu gaan tellen, want de klant bestelt het misschien 13 dagen of 14 dagen of whatever. Eén keer instellen en laat nadien ook de prijzen automatisch gaan berekenen. Aan de rechterkant heb ik hier ook nog wat toeslagen eventueel. Dus stelt dat de klant het te laat zou binnenbrengen, dan heb ik hier nu ingesteld dat hem per uur ofwel 25 euro extra moet gaan betalen. Of als hem het x aantal dagen te laat gaat binnenbrengen, gaat hem bij mij 115 euro als boete moeten gaan betalen. Ik heb hier ook een veiligheidstijd ingesteld. Wat betekent dat? Dus ik heb hier 24 uur als veiligheidstijd ingesteld. Waarom? Ik ga straks ook toelichten dat we de onderhoudsmodule kunnen gaan integreren of koppelen met de verhuurmodule. Dus wat bedoel ik hiermee? Ik heb nu ingesteld, als dit toestel wordt teruggebracht, dan gaat dit toestel automatisch naar mijn onderhoudsplanning. Moet er een onderhoud gebeuren door mijn interne mensen? En ik heb nu gewoon gezegd van, vanaf het moment dat een artikel terug geretourneerd of gepland geretourneerd moet worden, ga ik 24 uur of kan dit artikel 24 uur niet meer verhuurd worden in die periode. Maar dat is ook weer helemaal zelf te configureren natuurlijk. Je hoeft daar niet mee te werken en die tijd kan je helemaal zelf gaan instellen. Zodanig ga ik ook tonen dat we het artikel kunnen gaan verkopen of kunnen gaan plaatsen op onze e-commerce platform, zowel voor het verhuur of voor de verkoop. In het tabbladje e-commerce kunnen we dan nog andere configuratie of andere kenmerken gaan meegeven die als dan puur gebruikt worden op onze website. Onder welke categorie valt die? Hoe gaan we onze voorraad gaan tonen? Je ziet, we hebben overal standaard verschillende mogelijkheden. Welke alternatieve producten moeten worden getoond? Welke accessoires horen daarbij? Ga ik nog wat extra toeters en bellen op de site zetten? Eventueel een productcatalogus of nog wat extra afbeeldingen of extra video's? Maakt niet uit. Ik heb hier nu ook bijvoorbeeld rechtsbovenaan, kan ik hier ook werken met documenten. Dus ook een volledig document management systeem zit eraan vast verbonden. Waardoor dat je hier ziet van, ik heb hier verschillende afbeeldingen. Ik ga hem gewoon eens heel even laten tonen. Deze bijvoorbeeld. Of ik kan hier ook bijvoorbeeld met documenten gaan werken. Ik heb hier een volledige technische sheet eraan gekoppeld. Een PDF. Waar als alle informatie over dit artikel aan vast verbonden zijn. En sowieso kunnen deze documenten ook automatisch dan op de webshop worden getoond. Of, je zal ook straks zien, ik laat onze digitale offerte tool zien, automatisch worden deze afbeeldingen ook mee getoond op die digitale offerte. Lars, zijn er ondertussen misschien al wat vragen binnengekomen?
Nee, Tony, eigenlijk nog niet. De chat is nog volledig leeg. Tenzij dat er nu iemand een vraag heeft. Precies. Oké, dan ga ik verder. Goed, ik ga heel even terug naar het dashboard van mijn verhuur. Je zag er juist ook al, wanneer als ik hierop kom, dan heb ik een overzicht van al mijn orders. Je ziet hier aan de rechterkant, linkerkant, sorry, dat ik met verschillende statussen werk. Dus we gaan zo dadelijk zien, ik kan een offerte gaan sturen. We kunnen gaan traceren of de offerte al verstuurd is, ja of nee. We werken met reservaties. Of dat een artikel opgehaald is, ja of nee. Of dat een artikel geretourneerd is, ja of nee. Of dat een offerte of order volledig geannuleerd is. Dus hier kunnen we altijd heel simpel en snel van de standaard filtering die als Odoo aanbiedt gebruik maken. Maar weet ook dat we, of Odoo, heel sterk in is om zelf uw weergaves te gaan configureren. Ja, ik toon het heel even. Je ziet hier, ook hier heb ik standaard filters. Dus dit lijstje tot en met hier is helemaal standaard. Heb ik zelf niet moeten instellen. Maar jullie als klant hebben altijd de functionaliteit om zelf filters te gaan creëren. En je ziet hier, ik ga er heel even en snel naar onder scrollen. Elk veld die als ter beschikking is in dit of in deze module, hebben jullie ter beschikking om zelf jullie filtering of jullie dashboard te gaan creëren. Hebben jullie een gewenste weergave dat je ja, op maat voor jullie hebben gemaakt en je wilt dat niet telkens opnieuw vanaf nul moeten gaan instellen, is natuurlijk inderdaad niet de bedoeling. Jullie kunnen altijd zelf x aantal filters zelf gaan bewaren. Je geeft dat een naam, je kan dat voor jouzelf als standaard gaan gebruiken en of met andere gebruikers delen en je gaat dat hier opslaan. Daar hou het zelfs niet bij op. We kunnen zelfs dan ook nog gebruik maken van eigen dashboards. Dus zeg je van ja, ik of een personeelslid van jullie firma die gaat verantwoordelijk zijn voor de verhuur, dan kan je voor die persoon op haar of hem dash, zijn dashboard een bepaald filtering of een bepaald scherm op het dashboard gaan zetten. Dat zal ik zo dadelijk ook allemaal toelichten. Goed, laten we eens even een verhuurorder maken. Dus ik zit hier bij het begin. Ik zeg hier bij verhuurorder, ik ga er één maken. En dan krijgen we het inbrengscherm. Om een nieuwe offerte. Dus we beginnen altijd vanuit een offerte. Je ziet hier aan de rechterkant bovenaan ook steeds de status waarbij of waarvan dat we gaan starten. Stel, ik ga hier een klant kiezen. Ik kan hier ofwel de drop-down gaan open doen. En we zien hier x aantal klanten. Ik kan hier ook gaan beginnen typen. Als voorbeeld, je neemt nu gewoon eerst de beste, Azure Interior. En dan zie je, automatisch wordt mijn klantadres ingevuld. Wordt mijn afwijkend facturatieadres ingevuld. Dat heb ik natuurlijk allemaal ingesteld op de klantenfiche. En heb ik ook al direct een afwijkend afleveradres ingesteld. Dus hier zie je die drie verschillende typen van adressen. We kunnen hier werken met verschillende offerte-schablonen. Ook wel heel interessant voor jullie om tijdwinst te gaan creëren. Als je zegt van ja, ik heb verschillende schablonen of verschillende producten die eens heel vaak terugkomen, waarvan je heel vaak een offerte moet gaan creëren, dan kan je eigenlijk verschillende schablonen gaan creëren, waardoor dat eigenlijk heel de opvulling, de orderregels zoals wij dat noemen, automatisch worden opgevuld. Ik ga nu gewoon mijn default template nemen, daar kan ik straks ook meer toelichting over geven. Automatisch wordt de vervaldag ingevuld, automatisch wordt mijn prijslijst ingevuld. Ook daar kunnen we werken met verschillende soorten prijslijsten die als aan de klant zijn gekoppeld. Dus zeg je van, ja, voor ons intern hebben we verschillende soorten prijzen. Voor onze ja, particuliere klanten bijvoorbeeld hebben we prijs X, maar voor onze groothandelklanten hebben we prijs Y. Dan kan je dat perfect hier gaan instellen en gaan gebruiken. Op. Of om opnieuw de prijzen of welke prijzen dat automatisch worden getoond of moeten worden berekend, automatisch gebeuren bij keuze of selectie van de klant. Betaalconditie is ook aan de klant gekoppeld, dus hier zie je, wordt allemaal voor mij volledig standaard ingevuld, maar ook hier zijn er weer tal van mogelijkheden waaruit dat ik standaard kan kiezen en dit lijstje kun je jezelf gaan toevoegen. Ik ga een product gaan toevoegen. Ik ga hetzelfde artikel nemen die als we het er juist hebben gezien. Dus ik begin hier te typen, Stinger, en je ziet, ik vind hier mijn artikel en ik selecteer hem. Wat gaan we nu te zien krijgen? Een extra formulier waarbij dat Odoo de vraag komt te stellen: wanneer is de start- en stopdatum voor wanneer deze klant dit artikel wilt gaan huren? Aan de rechterkant, ik ga dus dadelijk wel hierop klikken, aan de rechterkant zien we ook al duidelijk van hoeveel stuks hebben we momenteel nog beschikbaar. We kunnen nog twee stuks van dit artikel gaan verhuren.
We gaan een periode kiezen. Ik ga hierop gaan klikken. Je krijgt een datumprikker. En laten we zeggen, we gaan van de 11e tot en met de 15e bijvoorbeeld gaan selecteren. Van 14 uur tot einddatum 14 uur. Bijvoorbeeld. Maar die tijden kan ik hier ook weer gaan instellen. Ik zal ze zo even laten staan op 2 uur. Ik ga toevoegen. Ik krijg die nog te zien. Wat doe ik om te zeggen, dat gaat voor 4 dagen zijn. En de prijs gaat dit worden. Ik ga toevoegen. Kwestie van omschrijving wordt standaard gewoon de omschrijving genomen die als bij het artikel stond ingesteld, maar ik kan hier nog van alles gaan bijcreëren. Je merkt hier ook al direct, die twee onderste regels, dat automatisch de start- en de stopdatum mee wordt getoond, ook op de offerte. Ik ga heel even deze offerte eens bewaren en afdrukken. Dan hebben jullie ook een idee hoe dat de offerte layout eruit ziet. We kunnen sowieso ook altijd werken met verschillende soorten layouts. Dus standaard hebben we 4 layouts waaruit dat jullie al kunnen gaan kiezen. Mocht dat nog niet voldoende zijn, kunnen we heel deze layout op maat gaan afstemmen. Dus in deze layout of in dit formulier of schabloon heb ik hier ons logo links bovenaan gezet met onze bedrijfsgegevens. Het facturatieadres komt hier aan de linkerkant met ook het verzendadres. En aan de rechterkant het klantadres, wat dan uiteindelijk in een enveloppenkijkvenster komt, mocht je het nog met de post willen gaan opsturen. De offerte met een unieke en automatische offertenummering. Wanneer is de offerte gemaakt? Tot wanneer is deze geldig? En wie heeft deze gecreëerd? Interne medewerker. Wat hebben we op de offerte gezet? Dus opnieuw het artikel, met dan ook die aanduiding van start- en stopdatum. Hoeveel stuks? Wat is de prijs? BTW? En uiteindelijk onze totale. Deze offerte kunnen we nu op verschillende manieren gaan bekijken of gaan sturen. De klassieke manier is het verzenden via e-mail. Dus hier linksbovenaan zien jullie verzenden via e-mail, de groene knop. Wanneer we hierop gaan klikken, dan krijgen we een soort van mailschabloon of mailvenster. Want in heel veel andere applicaties zou je nu de PDF moeten gaan versturen via een ander of een extern mailapplicatie, bijvoorbeeld Outlook. Maar dan zit er natuurlijk weer in die persoon zijn of haar Outlook. Wij raden aan om dat steeds via Outlook te gaan doen. Waarom? Twee voordelen. Stel, ik heb hier ons mailschabloon. Ik kan hier nog gewoon vrije tekst gaan bijtikken, zoals je zelf ziet. Maar de standaardtekst kunnen we zelf gaan instellen aan de hand van die schablonen. Ook dat kunnen jullie helemaal zelf gaan bepalen. De offerte wordt automatisch als bijlage toegevoegd. Ik kan hier nog zelf extra bijlagen gaan toevoegen. Het onderwerp van mijn mail wordt automatisch ingevuld met jullie bedrijfsnaam. Het gaat hier over een offerte en met offerte referentie 78 van achter. Ik ga hem hier verzenden. Automatisch zie je nu aan de rechterkant, wij noemen dat onze chatter, wordt alles genoteerd of gelogd. Dit is voordeel 1. Dus stel dat je het via Outlook had gedaan, zou je hier niet kunnen zien, andere personeelsleden, is dit nu al verstuurd of wat is hier nu concreet mee gebeurd? Als je het via Odoo zou gaan doen, wel. Als nu een andere medewerker zou inloggen en hij opent deze offerte, hij kan direct zien van dat ikzelf, Tony, wanneer, als ik hier even over ga hoveren, dan zie ik een timestamp, welke mail dat ik heb verstuurd, met welke bijlages enzovoort. Voordeel 1. Voordeel 2 is, als de klant daar nu op zou gaan reageren op die mail, die reactie komt ook automatisch hier bij dit item staan, komt hier bovenaan te staan. Dus ook jullie en jullie personeelsleden hebben de perfecte opvolging, het zij via mail of gewoon communicatie. Dus wil je hier nu intern gaan communiceren? Stel ervoor, ik wil mijn interne collega Jens bijvoorbeeld contacteren of ik heb zijn advies nodig of maakt niet uit, dan kan ik hier zeggen, kan jij even meekijken, Jens, enzovoort. Jens, die als trouwens ook aanwezig is bij deze meeting, krijgt nu een melding aan, ofwel op zijn smartphone, ofwel een melding via zijn pc, mocht hem achter zijn pc zitten, dan zou hij hier rechts onderaan een melding krijgen. En ook hier bovenaan zie je bij mij die twee tekstballonnetjes, met 20 bij mij in het geval. Dit zijn nu 20 items waar dat collega's van mij mijn advies voor nodig hebben. Dus hier zie ik perfect en kan ik ook heel simpel op gaan doorklikken waar dat mijn attentie op gevraagd is. Ik kan hier niet enkel gaan intern of extern gaan communiceren. Ik kan hier ook mijn activiteiten mee gaan plannen, het rechtse stukje hier.
Wat bedoel ik daarmee? Misschien weer even het vergelijk maken met Outlook. Je kan daar werken met de gewone agenda, dat je iets voor jezelf gaat inplannen, of met de Outlook-taken bijvoorbeeld. Maar dat kan je allemaal hier ook mee gaan doen. Dus stel voor, ik heb zojuist die offerte nu gemaild naar deze klant en ik wil hem, mocht ik niets van de klant zelf horen, wil ik hem volgende week gewoon, of over 2 dagen laten zeggen, wil ik hem even terug gaan opbellen. Dus ik ga zeggen, soort activiteit. Je zag dat ik er al verschillende soorten heb ingevoerd. Allemaal standaard. Je kan het lijstje ook nog zelf gaan uitbreiden. Hier zeg ik van, ik ga hem over 2 dagen, maar dat is op zondag, dus ik zal hem maandag terug opnieuw bellen. Wie gaat dat doen? Ik kan dat voor mezelf inplannen of voor een collega van mij. Ik kan hier een klein geheugensteuntje erbij zetten. Terugbellen. Ons bijvoorbeeld. En ik ga dat plan. Even hier mijn rechtergedeelte in het oog houden. En dan zie je, die activiteit komt bij mij nu in het groen te staan, omdat dat nog moet gebeuren in de toekomst. Welke activiteit moet gebeuren? Wie gaat dat doen? En hier mijn geheugensteuntje. Stel, we zijn nu 3 dagen verder, ik heb die klant gebeld. Dan kan ik hier ook heel simpel zeggen: oké, ik heb het nu gedaan. Ik kan hier voor mezelf nog wat feedback schrijven. Een kleine update van dat telefoongesprek. En ik zeg van oké. Ik ga het als voltooid zetten en dan wordt dat hier ook allemaal weer gelogd. Al deze activiteiten, niet enkel voor de verhuur, maar ook voor de facturen bijvoorbeeld, voor de onbetaalde facturen of voor offertes, eender welke module kan deze functionaliteiten gaan gebruiken. Zeg je dan van ja, hoe ga ik het overzicht later bewaren van al mijn to-do's bij wijze van spreken? Dat is eigenlijk dit tweede icoontje hier aan de bovenkant. Bij mij nu 49 stuks. Dit zijn al mijn activiteiten die als ik nog moet gaan uitvoeren, die als voor mezelf zijn ingepland. Waarvan dat er het meeste blijkbaar of helaas te laat zijn. Welke moet ik vandaag gaan uitvoeren en welke zijn in de toekomst gepland en kan ik ook weer heel simpel op gaan doorklikken. Goed, laten we even terug naar de verhuurmodule gaan kijken. Ik zei helemaal in het begin, we kunnen de offerte op verschillende manieren gaan sturen. Manier waar 1 was via de klassieke mail met de klassieke PDF's. Maar hier zit ook digitale offertemotor of formulieren in. Ik ga het heel even tonen. Automatisch kan dan in die mail die als we sturen naar de klant een unieke link zitten. En die link met een verdoken access token, zoals je hier ziet in mijn URL. Maar dat is nu Maar dit is eigenlijk een nieuwe manier van communiceren of offereren naar uw klanten. Dit is een pagina, een soort van webpagina, waarbij dat we hier wat meer communicatie kunnen gaan doen met onze klant. Ik heb hier nu wat standaard tekst staan, maar de bedoeling is dat je hier eigenlijk uw bedrijf en uw kenmerken en uw troeven kunt gaan inzetten om zo een meer gepersonaliseerde offerte te kunnen gaan creëren. Dus hier kan je weer met teksten gaan werken, met afbeeldingen, met YouTube-video's eventueel geëmbed. Kan perfect. Maar er houdt, of dat is niet het allerbelangrijkste of allerleukste. Maar hier zien we ook die afbeelding, die als ik bij die stinger daar straks had getoond en had gekoppeld, worden ook automatisch dan getoond bij deze digitale offerte. Dus alle relevante afbeeldingen of documenten of video's die als we bij dat artikel hadden ingesteld, worden automatisch getoond zonder meer werk te moeten gaan doen. Onderaan wordt de artikelen, of in mijn geval 1 artikel getoond met opnieuw de start- en stopdatum. En hier komt het leukste van al: de klant kan hier ook met jullie direct digitaal gaan communiceren, de middelste icoontje feedback, waardoor dat een klant eigenlijk heel simpel kan gaan zeggen: kan je me meer geven, bijvoorbeeld. En dan komt dat ook weer automatisch in die chatter aan de rechterkant terecht. Zo kunnen jullie zelf met de klant gaan communiceren zonder echt te moeten gaan mailen. Wat kan hier ook nog? De klant kan het natuurlijk ook gaan weigeren. Dan hopen we natuurlijk dat het niet te vaak gaat gebeuren. Maar ook de linkse icoon, teken en betaal. De klant kan voortaan ook zijn offertes digitaal gaan goedkeuren. Dus wat gaat er hier gebeuren als ik hierop ga klikken? Denk nu even dat ik nu de klant of als klant ga spelen. Ik ben nu even Azure Interior. Dus hier ziet de klant van, dat ben ik inderdaad. Ik ben ingelogd als zijn Azure Interior. Het bedrag, totaalbedrag is inderdaad 484. Dat is nog eens mijn betalingsconditie. Mijn naam staat hier nog eens ingevuld. En hier kan ik nu, als ik een touchscreen zou hebben of ik ga het nu met mijn muis doen, mijn handtekening gaan noteren. En ik kan het gewoon gaan accepteren en gaan tekenen. Kwestie van
Rechtsgeldigheid is het volledig rechtsgeldig. Dus ook de afbeelding wordt bewaard bij die offerte. Dus mocht er ooit een discussie zijn, langs de klant zijn kant bijvoorbeeld, dan kan er steeds, kan er steeds terug beroep worden gedaan op wie en wanneer en met welke handtekening heeft de klant dat toen getekend. Dus dit zit er standaard in. En natuurlijk moeten de klanten daar ook mee, wat mee in vertrouwd geraken, maar toch meer en meer wordt dat ingeburgerd zien. Goed, ik ga terug naar de verhuurmodule. Misschien even Lars, zijn er ondertussen al vragen binnengekomen? Nee, er zijn nog geen vragen. Oké, dankjewel. Goed, laat ons de verhuurmodule verder gaan bespreken. Ik heb zojuist dus een offerte gecreëerd, ik heb de offerte verzonden en ik heb een bepaalde datum ingezet. Wat zien we hier? Of ik ga heel even terug naar mijn planning. Dan kan ik de planning laten zien, omdat we daar ook de niet bevestigde zaken kunnen laten zien. Dus ik heb het nog altijd niet bevestigd. Het is nog altijd een offerte gebleven. Dus ik ga hier heel even naar mijn planning. En dan zien we hier de planning van al onze toestellen. Standaard heb ik hier nu enkel de bevestigde orders getoond. Dus hier zie je verschillende kleuren, blauwe kleuren en groene kleuren. Wat betekent deze al? De blauwe kleuren die zijn gereserveerd, zijn bevestigd. De groenige kleuren die zijn ook al geretourneerd bijvoorbeeld. Ik ga heel even deze filter wegdoen en dan zal je direct bij mijn stinger, voor de periode die we juist hadden ingesteld, zie je dit balkje mee verschijnen. Gereserveerd zie je daar staan. Dus die is nog altijd in offerte-status. Maar we zien al wel direct dat er mogelijk dit artikel niet beschikbaar is voor die termijn. Ik ga terug naar mijn order. Ik ga hem zo dadelijk dan bevestigen. Dus welke zaken kunnen we nu gaan doen? Dus ik ga de order 78 terug erbij nemen. Dat is deze. Offerte is verstuurd. We gaan hem hier bevestigen. Even hier aan de rechterkant in doog houden. Zodra dat we de offerte gaan bevestigen, dan zien we, hij krijgt nu de status gereserveerd. In onze planning, ik zal het niet opnieuw gaan tonen, krijgt dat nu de fase en het kleurtje voor gereserveerd. Die staat nu klaar om opgehaald te worden. Stelt de klant komt de 11e langs bij ons en hij moet opgehaald worden, dan kan de magazinier ofwel via hier gaan starten, en we zien hier ook al de knop ophalen, of, ik ga heel even hieruit, via onze warehouse module staat dit artikel, of dit verhuurofferte, ook al klaar, zodat de magazinier een heel handig overzicht heeft van de welke moeten hier nog geleverd worden, bij de levering. Je ziet hier ook 13 te verwerken, bijvoorbeeld. Oké, ik ga terug naar mijn verhuur. Module. Stel dat we zijn x aantal dagen verder, de klant komt het ophalen, dan kunnen jullie of de magazinier heel simpel zeggen, ik ga nu het artikel zeggen dat het opgehaald gaat worden. Ik krijg nog eens een melding dat dit artikel of de artikelen, mocht ik er meerdere gekozen hebben, worden getoond met de aantallen. Er wordt nu één stuk opgehaald en ik ga het bevestigen. Opnieuw gaat hier nu de fase of de status veranderd worden, dus hier zien we het is nu opgehaald. En we krijgen hier ook weer extra knoppen bij, zoals retour bijvoorbeeld. Stel dat jullie ook een bepaald document willen meegeven aan uw klant, een ophaal- of een retourbon, ook dat is er allemaal standaard voorzien. Dus hier in onze drop-down, waar dat ik daar straks de offerte of de order had afgedrukt, hebben we hier ook een document ophaal- en retourbon. Ik ga het heel even laten zien, ik ga hem afdrukken. Dit kan je dan meegeven aan de klant. Wat wordt daarop getoond, is opnieuw onze layout natuurlijk, met onze bedrijfsgegevens en de klant zijn gegevens, maar dan hier een ontvangst op basis van de order 78. En opnieuw zien we hier het artikel of artikelen met de ophaaldatum en wanneer dat het zou geretourneerd moeten worden. Het is opgehaald, één stuk, en het is nog niet geretourneerd, bijvoorbeeld. Stelt, we zijn weer een paar dagen verder, het artikel wordt geretourneerd, dan kunnen we hier op de knop retourneer duwen en wordt opnieuw aan mij gevraagd of aan de magazinier gevraagd, kloppen de aantallen, kloppen de artikels die als nu geretourneerd worden. Dus we zien hier ook het aantal staat al standaard ingevuld en ik zeg hier oké, het wordt bevestigd. En het krijgt nu de fase geretourneerd. Stel dat in het proces, nu of tijdens dat de klant het had opgehaald, in de periode dat hij het had gehuurd, dat de klant een klacht had, is ook de volledige klachtenbeheer gekoppeld aan deze module. Dus hier zie je een smart button, noemen we dit, klachten, waardoor dat iemand van jullie intern een klacht kan mee of aanmaken. Dus stel door, uw klant belt gewoon naar jullie om een klacht te melden, dan kan iemand van jullie de klacht gaan
instellen of aanmaken. Hapering motor bijvoorbeeld, ik kan even niets beter verzinnen. We kunnen hier werken met verschillende teams bijvoorbeeld. Ik heb nu enkel maar een klantenservice team ingestoken. Aan wie gaat dat intern gaan behandelen? Is dat gewoon een vraag of is dat een klacht? Hoe dringend is dat voor mij? En zo verder en verder. En hier eventueel nog wat extra toeters en bellen of afbeeldingen kan hier gaan meegeven. Kan perfect. En we kunnen dat hier gaan opslaan. Deze klacht wordt automatisch nu ook gecommuniceerd met de klant. Dus de klant krijgt nu al direct een e-mailtje van mij aan dat die klacht is aangemaakt in ons systeem. En de klant, en je ziet hier ook een knop staan, view the ticket. De klant kan ook alles online gaan opvolgen. Dus in ons website en e-commerce platform, ik ga het heel even tonen, hebben we ook een volledig portaal, waardoor dat de klant zijn klachten, maar ook zijn offertes, ook zijn orders, al de informatie die als jullie willen delen met uw klant, kan de klant zelf online gaan opvolgen. Dus ik ben nu op onze site bijvoorbeeld, ik ben nu als mezelf ingelogd, maar stel ervoor dat ik nu als klant was ingelogd, ik ga hier naar mijn account en dan zie je hier dat ik al, ik heb nu vrij veel gedeeld met mijn klanten, ik wil mijn offertes delen of verkooporders delen, aankooporders enzovoort enzovoort. Maar ook, hetgeen wat we straks aan juist zagen, ook mijn ticketten. Dus de klant weet perfect van, oké, die hapering motor, die is nu, of zijn ze mee bezig, in welke status staat dit. En je ziet dan ook, in deze is hier bijvoorbeeld al in behandeling, bij deze klachten zijn ze nog niet in behandeling. En opnieuw kan de klant het ticket ook hier gaan opendoen, om te zien van, ja, is er al een reactie gekomen, of hebben ze nog extra vragen voor mij, of zal ik iets extra toelichten bij of aan de klanten aan jullie, kan ook weer perfect helemaal gecommuniceerd worden via hier. Oké, ik ga heel even terug naar mijn verhuur. Oké. Goed. We hebben heel het traject nu van deze order overlopen. Het is gaande van offerte, order, opgehaald, geretourneerd. En nu willen we ook gaan factureren. Dus hier zie je, vanaf het moment dat we het artikel of artikelen geretourneerd hebben, kon je zelfs ook al vroeger doen. Ik weet niet hoe dat jullie wensen te gaan factureren. Is dat direct bij afhaling? Is dat pas bij retournering? Dat kan je al perfect gaan instellen. Ik doe nu het voorbeeld pas nadat de klant het geretourneerd heeft, maar opnieuw, het kon ook al vroeger gebeuren. Ik zeg hier, maak factuur. Ik krijg hier nu de vraag van Odoo, wat wil je juist gaan factureren? Wil je alles gaan factureren? Een standaard factuur, bij wijze van spreken. Of wil je een bepaald voorschot gaan factureren, een bepaald percentage dat ik hier dan kan gaan meegeven, of wil je een voorschot in een bepaald bedrag gaan factureren. Ik ga nu gewoon het heel simpel pakken, ik ga gewoon een standaard factuur nemen, ik ga het ook heel even op mijn scherm tonen, en dan zal je zien, het wordt nu een factuur, een voorlopig factuur gecreëerd, of een conceptfactuur noemen wij dat, je ziet het hier ook, maar alles staat voor mij al ingevuld. Automatisch wordt er een facturatieres genomen om te gaan factureren. Automatisch worden die betalingscondities enzovoort mee overgenomen. De artikelen worden mee overgenomen met dan de start- en stoptijden. De prijzen worden overgenomen enzovoort. Mocht je op dit punt nog aanpassingen willen doen of toch nog korting willen geven of iets extra te gaan toevoegen, kan ik perfect. Ik kan deze factuur, voorlopig factuur, nog steeds gaan bewerken. Ik kan nog kortingen gaan geven, ik kan nog extra artikel gaan toevoegen, eventueel kan perfect. In dit voorbeeld zal ik het heel even zo houden. Ik ga hem nu effectief boeken en nu krijgt dit factuur een automatische factuurnummering en dan zit deze automatisch ook in onze boekhouding. En dus je ziet, kwestie aan boekhoudkundige gegevens, op deze rekeningen is dit factuur nu correct afgeboekt. Factuur is nog altijd niet betaald. En je ziet hier het verschuldigd bedrag staat nog altijd open. Hoe kunnen we facturen gaan betalen of de betalingen gaan opvolgen? Kan ook weer op verschillende manieren. We kunnen CODA-bestanden gaan integreren. Dus wat bedoel je daarmee? We kunnen koppeling maken met een bank, KBC, Fortis, of met Isabel bijvoorbeeld, om die CODA-bestanden uit te lezen. Of natuurlijk manueel afpunten. Ik ga nu even een tweede gaan doen. Ik zeg hier, de klant, of we merken dat een betaling is gebeurd op onze rekening. Ik zeg hier bovenaan betaling registreren. Jullie kunnen later verschillende banken of methodes gaan instellen. Ik heb hier nu maar twee methodes, een bank en cash. Ik ga heel even voor de bankmethode kiezen. Automatisch wordt het openstaand bedrag klaargezet. De datum van vandaag wordt genomen. Als memo of als referentie de factuurnummer, maar dit kan ik ook gaan wijzigen.
En ik zeg hier bevestigen. En dan zal je direct zien, er wordt hier een groene ribbon opgezet, dat we heel duidelijk zien, het is betaald. En ook hier onderaan zien we dat het betaald is op 8.05. En als ik hier nog eens op dat i'tje klik, dan zien we nog meer informatie via welke bank is er gebeurd, hoe is de aflettering gebeurd, enzovoort enzovoort. Richting planning. Had ik juist ook al getoond dat we hier met verschillende filters kunnen gaan werken. Nu deze view, ik heb nu een maandweergave getoond. Zie me hier aan de linkerkant, heb ik nu mijn artikelen getoond die als verhuurd zijn of kunnen worden of in een periode verhuurd zijn ondertussen. Maar ook hier zijn jullie als klant heel flexibel. Stel dat jullie zeggen, ja, voor ons artikel, want ik heb er hier nu maar een stuk of 8 of 9, ik heb ze nu niet geteld, maar wij hebben er misschien 100 of 200 of nog meer. Dat is natuurlijk niet super handig om dan zo te gaan werken. Maakt in principe heel weinig uit, want jullie kunnen heel deze visual gaan aanpassen. Dus bijvoorbeeld als ik liever zou zeggen, ik wil eerst hier, ik zeg maar iets, mijn klanten noteren. Ik ga hier aan kiezen en dan zie je, nu gaat hier de linkerkolom worden getoond als zijnde klant. Maar dat is voor mij ook niet voldoende, want ik wil eigenlijk weten, ja, ik zie hier nu wel de klant en ik zie hier ook de klant, maar ik weet het artikel niet direct dat nu verhuurd wordt. Ik kan hier verschillende drill-downs gaan creëren. Dus ik wil eerst op klant gaan doen, dan bijvoorbeeld op product, dan bijvoorbeeld, weet ik wel wat, nog op status, enzovoort enzovoort. Dus je ziet, telkens wanneer als ik hier extra filteringen ga toepassen, dan krijg ik hier extra niveaus onder of in mijn planning. Zodoende dat jullie eigenlijk helemaal op maat uw planning kunnen gaan creëren. Wil je dat op weekbasis gaan doen? Wil je dat op jaarbasis gaan doen? Tja, jullie kunnen het zelf bij wijze van spreken kiezen. Wil ik vanuit hier toch iets meer zien? Vanaf het moment dat ik over dat blokje ga hoveren, dan zie je hier dat ik in het kort al wat meer te zien krijg. Wat is de ordernummer? Wanneer zou het in principe opgehaald moeten worden? In dit geval de 8e, om 11 uur. Dus je ziet ook, de status is nu te laat. Ook die status weer kan je heel simpel enkel eruit gaan filteren. Als je zegt van, ik wil enkel degene die als te laat nu gaan bekijken, eten, klik en ik krijg nu enkel maar mijn te late orders, bijvoorbeeld. Rond rapportage kunnen ook heel veel zaken gaan doen. Dus rapportage gaat hier tonen. We kunnen hier spelen ook hier met verschillende soorten weergaves. Ik heb nu deze weergave getoond, dat we eigenlijk hier nu per dag kunnen zien wanneer zijn pieken of hebben we pieken gemerkt rond onze verhuur? En wanneer zijn er eigenlijk weinig of geen verhuringen gebeurd? En kan je daar weer commercieel of marketingsgewijs mee gaan spelen om in die periodes nog wat meer efforts te gaan doen of meer campagnes te lanceren om de verkoop of verhuur te gaan opkrikken? Maar hier kunnen we ook met andere visuals gaan spelen. Dus wil je dezelfde waardes gaan creëren, maar anders weergegeven? Maar ook hier weer, ik wil dat niet enkel doen voor bevestigde orders of niet enkel voor dit jaar. Ik wil dat voor deze maand doen of voor dit kwartaal. Dat kunnen we hier allemaal gaan specifieren. Ook een taartdiagram zien we hier, dat we hier perfect kunnen weergeven wat of hoe staan onze cijfers ervoor. Dit is allemaal mooi, heel visueel, maar persoonlijk vind ik de pivot of draaitabel nog handiger. Dus hier zien we aan de rechterkant dat we een draaitabel, pivot, kunnen gaan creëren. Je zult het waarschijnlijk wel herkennen vanuit Excel. Daar heb je functionaliteit ook. Maar het voordeel hierin is dat we niet eerst onze gegevens naar Excel moeten gaan exporteren om dan in Excel een draaitabel te gaan creëren. Nee, we hebben al die toeters en bellen direct in Odoo voorhanden. Je ziet hier nu een draaitabel met een hele simpele 3 kolommetjes. Maar die X- en Y-as, die kun je ook wel helemaal zelf gaan designen of gaan instellen. Je ziet hier overal plusjes en minnetjes staan. Hier enkel een plusje. Maar stel dat je zegt van, nu wordt aan mijn Y-as enkel de dagen getoond. Ik wil hier bijvoorbeeld niet mijn dagen zien, maar iets anders. Ik doe deze filter weg, duw op dat minnetje. Je ziet mijn filter is weg. Ik duw terug op dat plusje. En alle velden die als ik nu ter beschikking heb in mijn verhuurmodule, heb ik ook hier ter beschikking om mijn pivot te gaan opstellen. Dus bijvoorbeeld, ik wil hier mijn producten laten zien, om maar iets te zeggen. Ik wil hier niet mijn totale zien, of ik wil hier niet deze 3 kolommen zien. Nee, ik wil daar nog wat anders zien, of ik wil enkel maar mijn hoeveelheid zien, 1 kolommen. Of ik wil deze filter,
ik wil hier mijn klanten laten tonen, bijvoorbeeld. Ik wil hier nog een drill-down zien op status, enzovoort. Dus je ziet, ik kan hier ook weer zoveel drill-downs maken als je zelf wil. Is dit ook weer de pivot of een draaitabel die als je frequent nodig hebt? Ook hier weer dezelfde functionaliteit, dat ik deze pivot kan gaan bewaren. Ik geef dat zelf een naam, dat ik volgende keer heel simpel een favoriet, ik zal deze even als test voor uw webinar, bijvoorbeeld, ik zal hem heel even opslaan en delen met iedereen. En dan zie je, hij staat hier tussen. Dus volgende keer kan ik heel simpel naar mijn pivot gaan. Ik zeg hier favorieten en ik selecteer de deze. Wat kunnen we ook nog gaan doen? Ik had juist nu een product getoond, een heel simpel product, de Stinger bij wijze van spreken. Ik ga heel even nog eens een nieuwe offerte of order maken, om te tonen dat we ook met een productconfigurator kunnen gaan werken. Ik ga gewoon dezelfde klant nemen, Azure Interior. Ik ga een product gaan toevoegen en ik heb hier bijvoorbeeld een aanpasbare bureau ingesteld. Dus in Odoo kunnen wij met een productconfigurator werken, zoals ik juist zei, waardoor dat we met verschillende varianten, kenmerken, met een soort van matentabel kunnen gaan werken. Wat gebeurt er? Dus vanaf het moment dat ik hier deze ga selecteren, dan krijg ik eerst een extra vraag, dus niet het formulier die als we daar straks zagen met de tijdsaanduiding, maar hier zien we eigenlijk onze productconfigurator. Ik heb nu ingesteld bij dit product dat dit product kan gekocht worden met verschillende soorten poten, stalen poten, aluminium poten en aangepaste poten. Je ziet ook al hier direct dat als de klant zou kiezen voor aluminiumpoten, dat de prijs €50,40 duurder gaat worden. En hij kan ook in verschillende kleuren gekocht worden. En nog één met een ander kenmerk. En nog een ander kenmerk. Dus ik heb hier weer heel simpel gedaan. Twee kenmerken, poten en kleuren. Maar daar kan je heel ver in gaan. Ook zie je dan hier direct van, als ik hier aluminiumpoten had gekozen, wordt hier in het groot een rood kruis overgezet, dat eigenlijk de zwarte kleur niet kan. Die combinatie kan bij mij niet, of heb ik zo ingesteld. Dus hij moet in deze combinatie met wit gaan gebeuren. Maar zo kan je dat gaan instellen. Dus ik kies nu bijvoorbeeld voor aluminiumpoten en de kleur wit. Prijs is €800,40. Ik ga toevoegen. Bij dit artikel heb ik dan ook nog eens extra accessoires of componenten bij of beschikbare opties bij me gesteld. Dat niet enkel op mijn webshop worden getoond, maar ook hier in mijn backend, in mijn verhuurmodule. Dus hier wordt dan getoond dat optioneel er ook nog een stoel kan bijgekocht worden. Automatisch weet of stelt Odoo ook de aluminiumpoten zijn er voor de stoel voor. Wordt er dan €6,40 bij toegevoegd, kan dat direct aan mijn winkelmandje gaan toevoegen. En eventueel, ik heb hier ook nog ingesteld dat ze daar garanties op kunnen nemen en dat ze voor 1 jaar of 2 jaar kunnen gaan doen. Stel voor ik wil dit hebben, voor de stoel en de garantie, heel simpel, met 1 klik en het is al toegevoegd. En je ziet ook weer hier, vanaf het moment dat ik hier die stoel heb gekozen, bij die stoel heb ik dan ook vloerbescherming bij ingekoppeld, wordt dan ook weer automatisch getoond. Hetzelfde wat je hier ook ziet of te zien krijgt, dan gaat uw klant, mocht je met onze webshop gaan werken, dan gaat hij ook allemaal die vraagstelling gaan krijgen. Dat hij ook heel simpel ja, wat meer upselling of meer in de richting van deze producten wordt geduwd. Ik ga deze bevestigen en ook hier wordt dan het product getoond en kan ik opnieuw hier de begin- en einddatum gaan kiezen bijvoorbeeld. En mijn product staat weer in een verhuurorder. Ja. Lars, misschien even tot bij jou terug. Zijn er ondertussen vragen bijgekomen? Nee, nog steeds niet, Tony. Oké, dankjewel. Goed. In mijn inleiding had ik ook gezegd dat we een koppeling kunnen maken met onze module onderhoud. Want vaak, de producten die als verhuurd worden, die komen natuurlijk terug. En moet er vaak of toch regelmatig een bepaald onderhoud gebeuren. Dus hier helemaal links onderaan zie je ook een tegeltje onderhoud staan. Dat is ook een standaard module. Maar die is ook gekoppeld met onze verhuurmodule. Weet nog, in het begin zei ik dat ik een veiligheidsperiode had ingesteld van 24 uur. Ik ga zo dadelijk ook de marketing automation module laten zien. Waardoor dat ik eigenlijk heb ingesteld dat als een product van een bepaalde categorie, of een specifiek product, maakt niet uit, als die wordt teruggebracht, dan wordt er bij mij automatisch een onderhoudsopdracht gepland. Ik werk hier met 3 teams bijvoorbeeld. Ik zal me even gewoon specificeren op een intern onderhoud. Maar dan zie je hier voor die stinger bijvoorbeeld, dat die is teruggebracht,
is nu automatisch een nieuwe opdracht gecreëerd. Ik heb dat nu genoemd nazicht motorstinger met de serienummer bijvoorbeeld, of de motornummer. En die wordt nu preventief als soort onderhoud gezet. Is op zich ook weer geen must. Het kan ermee geïntegreerd worden. Zeggen jullie van ja, we hebben producten dat in principe een onderhoud moet plaatsvinden, geen probleem, dan mag je dit natuurlijk volledig negeren. Maar het kan wel gekoppeld worden. Dat ook hier weer al de handelingen die als dan voor het onderhoud moeten gaan gebeuren, volledig kunnen getraceerd worden. Dit is nu bijvoorbeeld ingepland dat deze onderhoudsopdracht 4 uur normaal gezien gaat duren. Wie gaat dat doen? Wie zijn de verantwoordelijken? Het is momenteel nog niet ingepland. En stel ervoor, we gaan dat nu inplannen, weet ik veel wat, de 18e bijvoorbeeld. En opnieuw, dat team van intern onderhoud gaat automatisch de opdrachten te zien krijgen. En kunnen weer uren op getraceerd worden, enzovoort, enzovoort. Dus ook hier weer zie je dat we heel ver in kunnen gaan richting visualisaties. Dus je ziet hier, ik werk hier nu met 4 statussen. Nieuw verzoek. Deze zijn al in behandeling. We hebben hier nog de gerepareerde zaken en ik heb hier ook nog de afgekeurde zaken. Van die fases, die 4 bij mijn geval, staan we daar even niet blind op. Die heb ik gewoon zelf ingesteld. Jullie nadien kunnen die fase ook zelf gaan definiëren. Hoe simpel? Gewoon door hier te doen, test. Webinar bijvoorbeeld. Webinar. En heel simpel, met een paar klikjes heb ik eigenlijk een fase onderverdeeld. En die fase kan ik hier heel simpel gaan drag and droppen waar dat die in mijn proces moet behoren. Ik kan deze zaken nu allemaal wel gaan doen. Later natuurlijk gaat niet iedereen van jullie dat kunnen gaan doen. Meestal adviseren wij om één interne beheerder voor zulke zaken toe te wijzen of aan te duiden. Dat natuurlijk niet iedereen zomaar extra kolommetjes kan gaan bijcreëren. Dat is natuurlijk later af te stemmen. Ik ga heel even deze terug wegdoen. Heel simpel verwijderen. Wat doen, kom ik nooit vragen van. Klopt dat of mag dat wel? Ja, dat mag. En ik ga mijn fase gaan verwijderen. Laatste module dat ik heel even wil gaan toelichten is de Marketing Automation module. Vind ik persoonlijk een heel krachtige module. Die kan je ook opnieuw niet enkel alleen voor een verhuurprogramma of verhuurmodule gaan gebruiken, maar die kan je gaan enten of gaan gebruiken voor alle modules binnen Odoo. Maar om dan specifiek bij deze webinar te blijven, heb ik hier een voorbeeld gemaakt, zijnde herinnering verhuur. Dus je ziet hier nu 3 tegeltjes van mij. Ik heb hier 3 workflows, noem ik dat meestal, ingesteld. Een workflow kan gebruikt worden om manuele stappen te gaan automatiseren. Ik heb hier dus een voorbeeldje en dat geeft hopelijk wat meer duidelijkheid wat je daarmee kan gaan doen. Het is op zich een heel gemakkelijke of eenvoudige workflow, maar ik wil gewoon maar de kracht van de module gaan benadrukken. Dus wat heb ik hier nu ingesteld? Elk tegeltje dat je hier ziet staan, 1, 2, 3 en zo verder en zo verder, zijn telkens een handeling dat normaal gezien manueel zou moeten gebeuren en die heb ik nu volledig geautomatiseerd. Dus wat heb ik hier gedaan? Stap 1. Ik zeg 2 dagen voor de uiteindelijke retourdag gaat er een e-mail verstuurd worden. De e-mail zelf, de inhoud of de layout van die e-mail, kan je helemaal zelf gaan instellen. Dat kan je heel fancy maken of gewoon platte tekst. Kan je allemaal helemaal heel snel en vrij simpel gaan instellen. Dus 2 dagen voor de retourdag gaat er een mail de deur uit. Als de klant te laat zou zijn, ga ik 1 dag na de retourdag ga ik opnieuw een e-mail sturen, een andere e-mail natuurlijk, opnieuw naar de klant om hem op de hoogte te brengen van: hey beste klant, te laat, bla bla bla, commerciële tekst die als je wilt gaan gebruiken. Maar quasi tegelijkertijd, 1 uur nadien, ga ik ook zeggen: ik ga de interne verantwoordelijke, de verantwoordelijke van die verhuurofferte, want waar kon ik de verantwoordelijke aan koppelen, ga ik ook automatisch op de hoogte brengen dat die persoon ook weet welke offertes of orders eigenlijk in principe te laat zijn. 2 uur nadien ga ik automatisch een factuur laten opmaken en versturen naar de klant. Met dan die extra tarieven die als ik in het begin van deze webinar had toegelicht. Vol automatisch. En tegelijkertijd, 3 uur nadien, ga ik ook onze receptie op de hoogte brengen dat mocht dan de klant toch nog binnenkomen of morgen binnenkomen of wanneer ook, dat ook toch de receptie op de hoogte is van het te laat binnenbrengen. Bijvoorbeeld.
Maar opnieuw, staan we niet blind op die stappen die als ik hier heb getoond of heb ingesteld. Het is maar gewoon de bedoeling dat we daar samen later even over kunnen brainstormen om zoveel mogelijk manuele handelingen te gaan automatiseren. Wij zelf bijvoorbeeld doen dat heel, of hebben zwaar ingezet rond het salesgebeuren, dat onze salesmensen, onze vertegenwoordigers, vinden wij zelf dat ze ja, zo weinig mogelijk tijd moeten gaan insteken om hun leads te gaan benaderen of te gaan opbellen. Wij gaan dan bepaalde handelingen of mails versturen naar onze leads. En als we merken dat die personen die leads op een mail of in een mail bijvoorbeeld hebben geklikt, dan worden die leads al automatisch op de fase gekwalificeerd gezet, om naar een voorbeeldje te geven. Maar dit zou je ook perfect kunnen gaan gebruiken voor je website of webshop bestellingen. Dus stel dat als een klant via de website of webshop iets heeft besteld, of nog niet echt besteld, maar wel in zijn winkelkarretje heeft gezet, dan kan je hier perfect automatisch een mail gaan sturen naar die klanten die als jij of Odoo heeft gemerkt van die hebben op hun webshop geweest, die hebben wel wat zaak in hun winkelmaandje gezet, maar niet uiteindelijk naar de verkoop overgaan, die kan je eigenlijk automatisch gaan benaderen. Vol automatisch. Lars, zijn er ondertussen misschien al vragen bijgekomen voordat ik terug naar de presentatie ga? Nog steeds niet, Tony. Nee? Oké. Misschien even de vraag stellen naar de aanwezigen, want de presentatie, ik ga zo dadelijk terug naar mijn PowerPoint-presentatie, maar de live demo, mocht er geen vragen zijn of mocht er nog iets van toelichting gebeuren, misschien nu even het moment, of als jullie nog wat vragen hebben. Jullie staan gemute, hè, dus mocht er iemand vragen, even de microfoon unmuten natuurlijk. Oké. Ik ga terug naar mijn presentatie. Dus dat was voor zover de live demo. Nog heel even kort toelichten hoe dat wij projectenaanpak doen. Meestal gaan wij na een korte inleiding, zoals we vandaag eerder via de webinar hebben getoond, de volgende stap zou zijn een audit. In het begin had ik al gezegd dat we zowel voor stap 1 en stap 4 erkend dienstverlener zijn. Dus daar is de KMO-portefeuille zeker van toepassing. Na die audit gaan wij een auditverslag slash projectvoorstel gaan uitwerken. Wij proberen dat altijd zo gedetailleerd mogelijk te gaan doen, zodoende dat beide partijen, jullie en wij, perfect weten wat de bedoeling is, wat we gaan doen, waar datgene nog wat custom development nodig is, welke standaard modules we gaan gebruiken, hoeveel opleidingen dat we gaan geven, etc. Nadien gaan we het project gaan implementeren via een bepaalde methode. De earned value methode hebben wij dat genoemd. Wat bedoelen we daarmee? Heel kort, dat we eigenlijk zoveel mogelijk van de moeilijkere zaken in het begin willen gaan tackelen. Dat jullie als klant zijnde nog laag zitten, kwestie van investeringen of van kosten. Dan merken we dat de con-collega's, als ik het zo mag zeggen, het vaak anders doen. Dat die vaak eerst de simpelere dingen aanpakken, maar dan wel zwaar inzetten op de facturatie. Dat jullie eigenlijk na verloop van tijd een soort van gevoel van no return krijgen. En dat willen wij zojuist anders aanpakken. Opnieuw, ik wil daar gerust meer toelichting over geven. Mocht je daar nog wat vragen rond hebben, dus contacteer me gerust of straks na deze meeting, maakt niet uit, wil ik daar gerust meer toelichting over geven. Dat is die earned value methode wat ik juist zei. Dus met deze methode zit eigenlijk onze kostprijzen voor jullie aan het begin laag, maar hebben wij wel de moeilijkere risico's of de moeilijkere trajecten van het begin af aan aangepakt. En pas op het einde doen we eigenlijk de standaard en de gemakkelijke zaken. Prijszetting. Wat zijn belangrijke zaken dat je moet in acht houden? We hebben twee zaken dat recurring kosten zijn, wederkerend kosten. Dat is enerzijds een gebruikerslicentie, dus hier bovenaan zie je dat. Dat is €18 per gebruiker per maand. Voor of op basis van deze webinar, op basis van de rental sector of rental module, heb ik nu even een voorlopige indicatie gegeven van dan die twee modules. Dus bijvoorbeeld de heel het verkoop, offertes, orders, die planning, etc. Met aan de verhuur, al die producten, klantenopvolging, etc. zit allemaal hier in deze twee modules in. De meeste modules die variëren tussen de €8 en de €16, zoals ook deze twee bijvoorbeeld. Ik heb hier ook een paar extra bij gezet, omdat ik gewoon wil tonen van, ja, stel je kan perfect met dit beginnen, enkel deze twee modules.
Of zeg je al direct bij het begin, ja, ik wil er ook volledig boekhouden mee gaan doen, of nog iets anders, hè. Je neemt het van die 800-tal modules of van die 30 betaalde modules. Dat kan natuurlijk ook, hè. Al die prijzen staan ook gewoon online zichtbaar, dus helemaal geen geheimen. Maar om gewoon een idee te geven rond het rentalgebeuren, zou je dan 18 euro per maand per gebruiker zitten en een 24 euro, hè, samengeteld, kwestie van modules. Die modules, voor alle duidelijkheid, moet je niet opnieuw gaan vermenigvuldigen met de aantal gebruikers. Dus stel voor, je werkt of je hebt 10 gebruikers, je gaat 180 euro betalen voor de 10 gebruikers en enkel komt er 24 euro bij per maand. Dus niet 24 maal 10. Want dat wordt vaak vergist in de prijssetting of prijscalculatie, als je dat zelf mocht gaan doen. Zo, dan ben ik op het einde gekomen van deze webinar. Mocht er nog vragen zijn, mag je ze gerust stellen. Ofwel in de chat, ofwel kan je jezelf even unmuten en het gewoon zeggen. Als alles duidelijk is, dan gaan we hier zo dadelijk afronden. Ik zal een paar minuutjes de tijd geven dat iedereen zijn vragen kan stellen, mocht dat nodig zijn. Zo, blijkbaar niemand geen vragen denkt, zie ook niets op de chat tevoorschijn komen. Zoals ik in het begin had gezegd, we gaan deze presentatie ook nog doorsturen, de PowerPoint-presentatie en de video. Ik heb alles opgenomen. Dus sowieso krijgt nog iedereen deze mail aan en deze video om opnieuw te bekijken. Onze gegevens staan ook in de follow-up mail, dus mocht je dan toch nog vragen hebben of nog interesse in andere modules om het samen te bekijken, stel ze gerust, mail ze gerust of bel gerust en dan antwoorden wij ze zeer graag. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Oké, dank u wel. Dag.